We hebben hier een sluisje gecreëerd met de verbouwing. En in dat sluisje wil ik een kapstok hebben. Waar ik mijn schone overal in kwijt kan. En ook de vuile. Dat ik je goed op kan hangen. Dat ligt altijd hier in de werkplaats. Nou, die schone overals, dat is al één bonk stof voordat ik ze ooit eens aandoen. Dus nou heb ik daar een mooie omkleedruimte. Ik kan er ook mijn smerige klompen laten staan en dan mijn schone klompen kantoor in. Dus gewoon een omkleedruimte. Het is eigenlijk gemaakt om de stank en de kou vanuit de werkplaats niet op kantoor te laten komen. Dat doet het ook goed. Alleen daar is dan een mooie bijkomstigheid dat ik daar mijn spullen neer kan leggen. Maar de kapstok, waarom zelf bouwen? Nou, gewoon omdat het leuk is. Zelf een kapstok bouwen. En ten tweede, dan is hij op maat. En hij is steviger. Dus de bovenkant wordt groter, dat je fatsoenlijk twee overals naast elkaar kunt leggen en op kunt stapelen. We zullen er eens langs lopen wat we allemaal gemaakt hebben tot nu toe. Want het boren en alles is er klaar. Ik hoef hem alleen maar in elkaar te lassen. En dan moet hij een kleurtje krijgen. En dan kan hij opgehangen worden. Het is een eenvoudige kapstok. Geen rare poespas, heb ik net al verteld. We gaan hem eens in elkaar zetten. Ik begin ermee die pijpen hierin te slaan. Dus aan deze kant en dan krijgen we de bovenkant. Die gaan we eerst in elkaar zetten. Ik ga het dichtlassen. Waarom? Omdat het kan en omdat ik het leuk vind. Even wat muziek in. From my given disaster, speed away from the holy mind. Pride, that's where I never thought it would matter. If I'm gone by now, all my weakness keep on linger on repeat like it will be my favorite song. Oh, I know I should be moving on, but you got me good. Keep on driving and driving along the road tonight, and lost my head over my back between the chairs and bottle jug. Just me and all the red lights. Keep on driving and ben ik toch vergeten hoe ik de kapstok af heb gemaakt en opgehangen heb. Gewoon vergeten te filmen. Maar we gaan eens snel kijken hoe die hangt. Ik ben nu in de werkplaats en ik kan het eventjes laten zien. We zullen er eens naartoe lopen. Ik heb hem al in gebruik genomen. Hij is zilvergrijs gespoten. Zie je het wel beter zien. Hier heb ik nu een mooie ruimte om mijn eigen om te kleden. Heb ik nooit gehad. Ik stond altijd in de stof en de vuiligheid. Arbotechnisch gezien niet goed. Dus dit is gewoon een goede oplossing. Ik heb geen lasjes afgeslepen. Even kijken. Stelt je het scherp. Zo ziet het eruit. Ja, het is moeilijk te zien. Het is niet zo'n heel grote ruimte. Het is een flinke kapstok, zie je wel. Meer dan plek genoeg om er langs heen te lopen. En dat is hij geworden dus. Zo, poppetje gezien, kastje weer dicht. Het is voor mij een uitkomst dat mijn overals niet meer onder de slijpstaf zitten nu. Vind je het filmpje leuk? Graag duimpje omhoog. Wil je meer van deze filmpjes zien? Kun je eigenlijk ook abonneren op mijn kanaal. En als je het belletje aanklikt, word je op de hoogte gehouden wanneer ik een nieuw filmpje upload. Heb je vragen? Stel ze hieronder. Ik beantwoord ze altijd. Soms duurt het even wat langer, maar dat is niet anders. En ik ga afsluiten zoals ik altijd doe. En dat is zoals wij hier in Brabant zeggen. Houdoe. De microfoon verkeerd om heb staan. Jongen, 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 jongen. Zo, nou staat hij goed. Nou kunnen we beter horen.